Laten we Jane feliciteren met haar succesvolle afstuderen aan de universiteit. Ik zal me deze prachtige dag altijd herinneren. Vandaag is een van de rijkste, mooiste en beste studenten officieel afgestudeerd. Dank u! Wow, is dat een aardbeving? Niet op deze dag. Waarom nu? Ik had zo'n mooie droom. Ik wou dat het echt was. Oh, ontmoet onze blutte, maar erg slimme student, Jane. Boeken zijn haar passie en de universiteit succesvol afronden is haar grootste droom op dit moment. Oh, wat is de datum vandaag? Afstuderen is zo snel. Ik kan niet wachten. Juist. En de lessen wachten niet. Ik moet me klaarmaken als ik niet te laat wil komen. Ik zal alleen het hoogst noodzakelijke met me meenemen. Deze boeken heb ik nodig in de les. En ik zal ze lezen tijdens de pauzes. Oké, niet vallen. Jane. Ja, mam. Gooi onderweg het vuilnis buiten. Nou. En ik wou dat ik mijn eigen bediende had. Gefeliciteerd met het behalen van je diploma en bla 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 bla. Waarom is alles zo goedkoop en van karton? Dit is helemaal niet wat ik verdien. Oh, nee, haal het van me af. Ontmoet onze rijke maar F-student Abby. Phew, het was gewoon een nachtmerrie. Oh, hoe laat is het? Ik heb me weer verslapen. Kan me niet schelen. Anthony? Hier is je ochtendespresso, gemaakt van vers gemalen bonen. Precies zoals je lekker vindt. Goed gedaan, maak nu mijn kleren klaar. Oké, zal ik doen. Het is toch zo handig om rijk te zijn. Nou, hoe gaat het? Hier, ik heb de hipste merkkleding van dit seizoen voor je. Probeer ze maar. Prachtig! De juiste look is tenslotte makkelijk om je op te beuren. Bijna vergeten. Waar is mijn handtas? Hier, ik heb al het essentiële. Dank u. Juffrouw, u moet de andere kant op. Ik weet het, ik controleer je alleen. Ja, natuurlijk. Ik kan niet wachten om op vakantie te gaan. Ik vraag me af wat we vandaag gaan bestuderen. Hey nerd, je staat op mijn weg naar mijn plaats. Mijn tekstboeken. Hoi, ik weet dat je blij bent me te zien. Ze is zo gemeen. Hier is je vers geperste sap. Welke smartphone ga je gebruiken in deze les? Ik denk die. Ik heb de grootste nerd van de universiteit naast me zitten nu. Kun je dat voorstellen? Vandaag is een mooie dag, want je hebt een natuurkundetest. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Natuurlijk. Ik ga het sneller schrijven dan de vorige keer en mijn record verbreken. Oeh, ik zie je later wel. Wat moet ik doen? Dat is juist. Ik kan antwoorden vinden op internet. Oh, het heeft geen stroom meer door de stream? Goed dat ik mijn reserve smartphone heb. Deze ook. Anthony, alsjeblieft. En deze is dood. Alle hoop op de laatste. Het gaat niet aan. Ben je vergeten al mijn smartphones op te laden? Ik moet een test doen, dus doe iets. Wat jij wil. Blijf trappen en word actief. Anthony moet als knecht met alle middelen de grillen van zijn rijke werkgever vervullen. Het werkt. Wow, niet jaloers zijn. Ik hoop dat je al klaar bent. Abby, speel je vals? Dat is verboden. Je krijgt een onvoldoende. Ik heb het gehaald. Ah, Jane. Ik heb nooit aan je getwijfeld. Het hoogste cijfer. Denk voor jezelf. Wat? Hoe durf ze me uit te lachen? Ik haat verliezen. Ik ben zo rijk en ik kan mijn cijfers niet beïnvloeden. Dat is zo oneerlijk. Wil je dat ik kamillethee voor je maak? Nee, je drinkt je eigen thee. Ik wil die brutale erestudent Jane een lesje leren. Dat is vermakelijk, maar het slaat nergens op. Je zou het moeten omdraaien. Alsjeblieft. Ik zou het zonder jou ook wel uitgevonden hebben. Dus dit is de indeling van haar huis. Het lijkt erop dat Abby het plan serieus nam. Juffrouw, wat gaat u eigenlijk doen? Wraak. En mijn wraak zal zoet zijn. Ik zal Jane spijt laten krijgen van haar gedrag. Oh, dat ga je nog nodig hebben. We moeten als ninja haar kamer binnensluipen. De wekker uitzetten en haar spullen verstoppen. Dan slaapt ze door haar psychologietoets heen en krijgt een onvoldoende. Ik wil dat je iets doet.
Begrepen, ik zal het opzetten. Oh, raar. Ik heb slechts 5 uur gestudeerd voor de test. Waarom ben ik zo slaperig? Ik wou dat morgen snel kwam. Ik pak morgen vroeg mijn rugzak in. Ik heb de nodige boeken al klaar liggen. Net als schrijfgerei. Ik kan nu rusten. Jade heeft nooit een gemeenschappelijke basis kunnen vinden met Abby. Want in tegenstelling tot haar, geloofde A-studenten dat kennis haar grootste troef is. Ze ontspant zich zelfs door wiskundeboeken te lezen. Eindelijk, slaap lekker. Je bent vroeger dan gewoonlijk vandaag. Ik hou niet van te laat komen. In tegenstelling tot sommige mensen. Excuseer me, mijn wekker is stuk, dus ik heb me verslapen. Ik had gisteren mijn boeken moeten inpakken. Oké, ga zitten. Ze heeft geluk gehad. Je hebt 15 minuten om de test te doen. Waar is al het schrijfgerei? Abby, mag ik een pen lenen alsjeblieft? Mijn hulp vragen? Anthony, hier zijn je pennen met diamanten erin. Welke zou jij kiezen? Ik vind deze mooi. Wil je me er een geven? Natuurlijk niet. Kun je me helpen? Ik lijk al mijn pennen kwijt te zijn. Oh, als ik maar wist waar de mijne zijn. Ik heb overal goed over nagedacht en ze van tevoren verstopt. In de kluis. Ik was het bijna vergeten. Ik heb een reservepotlood. Ik heb hiernaar zeker een psycholoog nodig. Hier, je kunt het gebruiken. Tenminste iets. Dank je. Was het allemaal voor niets? En ik heb me helemaal niet voorbereid op de test. Je kunt naar je resultaten kijken. Weer een slecht cijfer? Wat heb je gekregen? Wees gewoon niet jaloers. Wat? Waarom is het leven zo vreed? Misschien moet ik het goed maken met Jane. Je hebt gelijk, want zij is de enige die me kan helpen mijn kennis te verbeteren. Het kwadraat van de schuine zijde is gelijk aan de som van de kwadraten. Wie is daar? Ik wil het goed maken. Ah, wat doet zij hier? Is het weer een grap? Wat als er iets ernstigs is gebeurd? Maar ze mag mijn afschuwelijk arme kamer niet zien. Hé, wat wil je? Ik wil me opmaken en mijn kennis ophalen. Dit is voor jou. Bedankt. Je kamer ziet er zo slecht uit dat ik wil huilen. Sorry, maar in tegenstelling tot jou ben ik geen miljonair. Nou, ik zal je nog een geschenk geven. Hallo, ik heb een ontwerper nodig. En ik heb er nu één nodig. Zo, dat is veel beter. Wow, ik herken mijn kamer niet. Dank je. Ga zitten. Ik zal je helpen met studeren. Ik denk dat we beginnen met Engelse grammatica. Luister gewoon goed naar me. Ik heb geen keus. Een bericht? Abby heeft het hoogste cijfer voor de test. Ik ben zo trots op haar. Wat een dag. Wacht, oh nee. Een gezond lichaam heeft een gezonde geest nodig. Dat zal me meer energie geven om te lezen. Wacht, het is afstudeerdag. Ik heb jullie jurken hier. Ik moet me meteen klaarmaken. Wacht, geen paniek. Probeer ze aan. Ik vind het niet leuk. Wat zal ik aantrekken? Ik kom te laat. Auw. Oh, mijn favoriete hanger. Dat is waar het is geweest. Ik ga het dragen naar de diploma-uitreiking. Ik heb helemaal geen normale kleren. Ik had iets moeten lenen van Abby. Nou, denk, Jane, je bent er goed in. Wat zal ik aantrekken? Oh, wat is dit? Mijn gelukshanger. Ik neem het met me mee. Dit is zo spannend. Ik ben het eens. Gegroet, beste afgestudeerden. Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma. Jullie hebben die diploma's verdiend. Jee, dit gaat beter dan in mijn droom. Ik heb hier zo lang over gedroomd. Dank je wel. Luister, waarom gooien we onze hoeden niet op? Het is een traditie. Ha! Het is zo hoog. En het gaat niet terug naar beneden. Ze hielp me. Hier, neem de mijne. Dank u. Ik ben zo blij dat dit allemaal in het echte leven gebeurt. En ik realiseerde me dat het niet uitmaakt hoeveel geld je hebt.
wel belangrijk is een soort persoon dat je bent. Ben je het met me eens?